kijker, waar ben ik nu weer? Jawel, ik ben in Strijen. Het geweldige circuit in het Zuid-Hollandse. Ja, de derde wedstrijd van het NK. Ongelooflijk spannend. Ongelooflijk veel deelnemers weer. 120 rijders. U zegt 120 rijders? Ja, wij hebben 120 rijders op het paddock gekregen. Dat komt door de geweldige samenwerking met SHW. En met Stefan van der Leeuw. Die noem ik ook eens een keer op. Stefan van der Leeuw heeft dat allemaal georganiseerd samen met SHW om dat goed te plannen. De mensen zijn niks op een camping. Hè, en de rijders zijn allemaal op de paddock. En zo hoort het eigenlijk ook, maar we zijn een gezelligheidssport. Ja, hoe staan we ervoor? Nou, als je gaat kijken, gaat het echt de goede kant op en zijn we lekker bezig met een heel mooi NK. Ik moet ook zeggen, ik heb nu een paar wedstrijden, een paar mannetjes bekeken. De wedstrijdleiding is wakker. Die treedt op en dat is niet zo makkelijk. Maar dat zul je zeker wel zien. De weersomstandigheden zijn heel apart. Regen, droog, regen, droog. De monteurs zijn in de weer. Ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. En dan kijk je naar Monaco. Ja, Monaco, de mannen verdienen miljoenen. En dan worden ze nat in hun autootje. Ja, het is toch wat mooier dat in je autootje. Ja, wat een van 50 miljoen. Wat een lummel. Maar dat noem ik dan curlingouders. Maar dat zal ik jou zeker, ga ik zeker weer verder over. Maar moet je goed luisteren. Hier rijden ze gewoon, jongens, gewoon keihard in de regen. Nou, je hebt de opnames van Bart Zeusrik zien. Dan denk je, ongelooflijk joh. Het lijkt wel winterkampioenschap. En die krijgen niks. Hoor je niet mouwen? Krijg alleen een kopje soep van mij of een lekker gevulde koekje. Geniet van de beelden en tot zo!